Oh, hier, ik ga even checken. Ik ben nog niet kaal. Nee, ik zie het. Maar we gaan het hebben over kaalheid en haarverlies. Wat is het? Ja, nou ja, goed. Er zijn heel veel soorten kaalheid. Dat is een beetje, dat gaan we niet al helemaal uitleggen, want dan kunnen we echt een uur praten. Maar het is wat veel vrouwen ook hebben en veel mannen natuurlijk, gewoon het verlies van haar. Ik kan er me niks bij voorstellen. Nee. Maar wat kunnen die mensen doen? Wat zijn de mogelijkheden? Nou, er zijn natuurlijk best veel mogelijkheden. En wij doen een gedeelte van het spectrum wat mogelijk is. En wij gebruiken daarvoor de twee behandelingen. Ja. Dat is de XOR of de PRP. En wat doen die? Ja. Wat zij doen is, ze zorgen er niet voor dat iemand die al helemaal kaal is, dat er dan weer een volle bos met haar komt. Dus dat is een absolute verwachting die ik absoluut niet wil stellen met dit filmpje. Wat reëel is, dus het is bij dit soort behandeling, is bij beginnende kaalheid, waarin mensen dat het echt dunner wordt, kan je met deze behandeling kan je weer de haarfollikels, die eigenlijk een beetje beginnen weg te kwijnen, die kan je weer stimuleren om weer dikkere haren, of als het net ze gestopt zijn met het geven van haar of om weer die te activeren. Oké, en dat doen allebei de behandelingen? Allebei de behandelingen. Het is natuurlijk altijd zo van, goh, welke is dan het beste? Ja? Ze werken allebei even goed, maar ik denk dat er toch zoiets is. Soms werkt bij de ene die behandeling goed en soms werkt bij de ander die behandeling goed. Ja. Dus dat is afhankelijk. Maar ik neem aan dat jij dat controleert en jij besluit van wat we gaan doen. Ja. Oké, duidelijk. En wat kunnen die mensen verwachten? Je hebt al verteld, hè, er komt geen hele grote bos haar. Maar nee, zeker. Het is een beetje, ik moet het inschatten van per keer van, god, wat is nou te realiseren? Ja. Ik kijk naar bepaalde elementen, hoe die haren eruit zien. Daar kijk ik naar. En ik kijk, wat mij wel opvalt, is dat toch de meeste, ongeveer 70-80% van de mensen toch zegt, nou, het is toch wel het waard geweest om die behandeling uit te voeren. Te doen, ja. En dat is natuurlijk geweldig. Oké, heel mooi. Wil je hier nog iets over toevoegen? Is er nog iets belangrijk over? Nee, nou ja, wat wel misschien even in de samenvatting benadrukt worden, is dat dit een middel is waarmee we het kunnen verbeteren, maar de verwachtingen zal ik ook altijd in het consultgesprek toch wel iets. Ja, ik ga mensen nooit beloven dat ze een volle bos met haar krijgen. En als ik denk dat dat niet gaat, dan zal ik ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een haartransplantatiecentrum. Ja. Oké, dat is duidelijk. Ja. Ja. Dan ga ik nu over tot de samenvatting, want het kan zomaar zijn dat je last krijgt van dunner haar of haaruitval. En dan kan je bij Rogier terecht voor twee verschillende behandelingen. En die focussen eigenlijk allebei op het moment als de haren niet meer volledig groeien of heel dun worden. Hè, dat wordt behandeld, maar wel met een kanttekening dat het wel per persoon wordt bekeken. Want het kan dus zijn dat het gewoon, ja, dat het eigenlijk al in een te ver stadium is, zeg precies, je dat? En dan wordt je doorverwezen. Precies. Ja. En geen volle boshaar, maar in ieder geval wel een grote verbetering.